Is het je wel eens opgevallen dat er in Overijssel een heleboel oude landhuizen staan? Ja, hoe zou dat eigenlijk komen? De Staten van Overijssel, het bestuur van Overijssel, bestonden uit de steden Kampen, Zwolle, Deventer en de Ridderschap. Het bezit van een havezate gaf recht op een zetel in de Ridderschap en daarmee in de Staten van Overijssel. Kortom, had je een havezate, dan had je wat te vertellen. Een van de best bewaard gebleven havezaten in Overijssel is het Nijenhuis tussen Weijen en Heino. In de 17e eeuw was het Nijenhuis in bezit van de familie van Ittersen. Robert van Ittersen trouwde in 1676 met Eleonora Sophia Bentinck. Haar broer was vertrouweling van koning stadhouder Willem III. Dit leverde Robert van Ittersen de positie van drost van Salland op, het hoogste politieke ambt in Overijssel van die dagen. Het echtpaar van Ittersen-Bentinck breidde het Nijenhuis uit met twee naar voren springende vleugels, waardoor de havezate meer aanzien kreeg. Ook legden ze lanen, tuinen en een grote vijver aan. Bij een havezate hoorden ook altijd boerderijen en landbouwgrond. Deze werden aan boeren verpacht. Pachten is eigenlijk net zoiets als huren. De boeren bewerkten de grond en betaalden de eigenaar van de grond een afgesproken deel van de oogst of een geldbedrag. Ook nu bestaan er nog pachtovereenkomsten. De kinderen uit de havezaten kregen vaak les in huis. Zo leerden ze bijvoorbeeld Frans, de taal van de adel. Kinderen uit de buurt zagen ze vaak alleen van een afstand. Zouden ze echt nooit met hen gespeeld hebben? Overijssel telde ooit meer dan 100 havezaten. De politieke betekenis van de huizen verdween met de komst van de Fransen in 1795. Het bezit van een havezate was minder belangrijk geworden. Omdat er in die tijd gebrek aan bouwmaterialen was, werden veel huizen afgebroken. De arme boerenbevolking wist wel raad met het bouwmateriaal en gebruikte dat vervolgens zelf. Het Nijenhuis is gelukkig blijven bestaan. In 1880 erfde de kunstzinnige Henry van Knopelsdorff het huis van zijn oom Wilhelm. Hij liet aan weerskanten van het huis twee torens bouwen waardoor het op een kasteel ging lijken. In 1957 kwam kunstverzamelaar Dirk Hannema in het Nijenhuis wonen en werd zijn kunstcollectie hier ondergebracht. Tot op hoge leeftijd organiseerde Hannema in de bouwhuizen van het Nijenhuis tentoonstellingen en leidde hij bezoekers rond in het door hem bewoonde kasteel. De laatste bewoner van kasteel het Nijenhuis ligt begraven in de grote tuin achter het kasteel. Onder de bomen staat een gedenkteken waarop staat Jeroen de Briard, waker. Jeroen de Briard was de hond van Dirk Hannema. Die had geregeld dat zijn hond na zijn overlijden in het kasteel mocht blijven wonen. Hannema overleed in 1984. En bijna 2 jaar bleef Jeroen alleen achter in het Nijenhuis, waar hij werd verzorgd door een suppoost. Ooit was het Nijenhuis een chic buitenhuis voor adellijke mensen. Nu is het een museum en toegankelijk voor iedereen. Je moet er zelf maar eens gaan kijken.